En doordat we die brede inzichten hebben, dus in onze klanten, maar ook in de markt en ook vanuit onze eigen organisatie, zijn we daarmee echt wel een kennis- en een sparringspartner voor de business geworden. En dat maakt dat we niet alleen uitvoerder zijn van plannen, maar ook dat we ze mede initiëren. Zoals strategische vraagstukken, zoals propositie- en positioneringsprojecten. Hiep, hiep, hoera. Het is vandaag reden voor een feestje. Hello Masters bestaat 2 jaar en dit is onze 30ste aflevering. Wij hebben veel CMO's en ondernemers mogen interviewen over het snel veranderende marketinglandschap. En daar zijn we erg trots op. Ook hebben we een ander leuk nieuwtje. Het is het begin van onze samenwerking met Frankwatching. Samen gaan we Hello Masters naar een nog hoger niveau tillen. Frankwatching is natuurlijk een enorm geliefd platform waar dagelijks content wordt gepubliceerd over media, marketing en digitale trends. En ook kan je er trainingen en events bijwonen. Nou, dit alles vieren we vandaag met Maud Pinkers. Zij is de Head of Marketing bij Triodos Bank. We hebben het vandaag uiteraard over duurzaamheid, bankieren en natuurlijk ook marketing. Vergeet je niet te abonneren op Hello Masters via Apple Podcast en Spotify. Zo krijg je iedere 2 weken een notificatie voor een nieuwe podcast. In de volgende Hello Masters praten we met de marketingdirecteur van Ace & Tate. Heb jij een vraag voor onze masters? Stuur ze dan in via onze LinkedIn-pagina of Instagram. Veel luisterplezier! Welkom bij een nieuwe Hello Masters en vandaag met een hele bijzondere gast, Maud Pinkers. Zij is hoofd marketing bij Triodos Bank. Triodos is een van de meest duurzame banken ter wereld. Je kunt er betalen, sparen, beleggen, een zakelijk krediet of een hypotheek afsluiten. Sinds 1980 is de onafhankelijke en groene bank uitgegroeid tot ruim 700.000 klanten. Even een paar feiten op een rijtje. De bank beheert ongeveer 18 miljard aan activa en is actief in 5 landen. In 2020 heeft zij ook de titel meest duurzame merk van Nederland naar binnen gesleept. Uit het onderzoek van Kantar Brand Z. Nou, dan gaan we even over naar Maud. Maud, van harte welkom bij de Hello Masters. We zijn heel blij dat je er bent. Je bent eigenlijk van brand manager naar consultant tot HR manager en uiteindelijk head of marketing gegroeid. Mooie carrière. En je hebt in 15 jaar een heel veelzijdig repertoire opgebouwd. Je begon als consultant bij VDOW, Ernst & Young. En daarvoor was je brandmanager in Fast Moving Consumer bij Alpro. Waarbij je marketingstrategie en activatie van een plantaardig zuivelmerk. Dus mag ik ook concluderen, Maud, dat sustainability een belangrijke rode draad in jouw carrière tot nu toe geweest is? Steeds meer, inderdaad. Dus ik ben als consultant begonnen bij VDOW, gewoon omdat mij dat toen heel leuk leek om heel verschillende zaken te zien. En vanaf het moment dat ik inderdaad een traject deed bij e-concern destijds, is dat duurzame zaadje inderdaad geplant. En vanuit Alpro is dat zo doorontwikkeld tot bij Triodos inderdaad, ja. Ja, geweldig. En je zit sinds 2018 bij Triodos, dus nu 3 jaar. Jij bent er ook gestart als head of marketing, toch? Ja. Klopt, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Nou, we zijn heel blij dat je er bent en we hopen in deze Hello Masters veel te leren over de intersectie tussen duurzaamheid, banking en marketing. Hey Maud, vertel eens wat over je achtergrond. Waarom doe je wat je doet? Nou, ik heb een brede interesse. Op de middelbare school had ik ook een heel breed pakket. Dus ik had aan de ene kant wiskunde B en natuurkunde, maar ik had ook Grieks en kunstgeschiedenis, dus echt een beetje die twee hersenhelften allebei. Ik hou ontzettend van afwisseling. Ik ben ook ontzettend altijd op zoek naar nieuwe inzichten, nieuwe impulsen. En ja, vandaar dat ook die eerste job als consultant daar heel goed bij aansloot. Om gewoon een heel brede basis te hebben, veel verschillende bedrijven en trajecten te zien. Daar komt ook wel bij, dat nou, wat je net al zei, is dat ik wel het wel belangrijk vindt in al die uren dat je werkt, dat je wat je doet ook bijdraagt aan een betere wereld. Omdat dat ook gewoon kan. En dan word ik blijer als ik de wereld in die tijd gewoon een beetje mooier kan maken. Dan dat ik een klein groepje shareholders of stakeholders alleen maar rijker maak. Dus dat is
voor mij ook een belangrijke. Ja, en ik ben gewoon op mijn best en op mijn gelukkigst als ik mijn hart en mijn hoofd kan combineren en denken en doen. En dat komt bij Triodos, komt dat allemaal heel mooi samen. Dus met een team, die strategie ontwikkelen, maar die ook echt uitrollen. En daar zowel inhoudelijk als persoonlijk aan te kunnen bijdragen. Dat past heel mooi. En dan ook nog bij zo'n mooi duurzaam bedrijf met zo'n mooie missie. Dus dat is een hele mooie combinatie, ja. Nou, super, dus je zit echt goed in je vel. Of goed op je plek, als ik zo hoor. En je hebt ook best wel een brede ervaring. Hè? Je gaf al aan, in je studie was je eigenlijk een soort van polymath. Hè? Je kan een heel breed interessegebied. Maar ook zeg maar, in je carrière heb je in HR, brand management consulting en nu binnen banking. Zie je zeg maar ook daarin een soort van rode draad? Of misschien een aantal learnings uit deze werelden die je nu samen kunt brengen in je huidige rol? Ja, ik denk wat eigenlijk ook wat je ook doet, het begint altijd bij de klant, bij de mens. Klanten en medewerkers, het zijn allemaal mensen. Dus denk ik heel belangrijk om te kijken, wat zijn de behoeftes? En wat ik ook zeker in consultancy vanaf het begin heel erg heb geleerd, is wat is de vraag achter de vraag? Vaak kwamen destijds ook klanten bij ons van, ik wil een nieuwe propositie, een nieuwe positionering. Ja, maar wat wil je echt? Wat zit daarachter? En dat geldt, denk ik, ja, en al die 15 jaar is dat wel is dat een van de belangrijkste dingen die je overal goed, die ik met me meeneem. Dat je echt met elkaar in gesprek bent en echt weet wat er speelt. En ook niet uitgaat van je eigen aannames. Dus goed luisteren naar elkaar. Dus dat is er één die overal in terugkomt. Een andere is dat je, wat ik heel belangrijk vind om die buitenwereld continu naar binnen te brengen. Dat sluit eigenlijk aan bij dat eerste punt. Maar ik denk dat het super belangrijk is als merk, ook als consultant, ook als HR en als bank. Dat je gewoon relevant bent en blijft voor al je stakeholders. Dus weet wat er speelt. Weet wat er speelt bij je klanten, in de markt. En hoe jij je als merk of als bedrijf toe verhoudt. En ook waar je weer nieuwe stappen moet zetten om relevant te blijven. Dat als tweede. En ik denk wat ik heb ook al zeker vanaf het begin heb meegenomen, vanaf die eerste job was als consultant, wat ik uiteindelijk ook 10 jaar bijna heb gedaan, is het echt wel waardevol om afstand te blijven nemen. Om relevant te blijven, om het grotere geheel te blijven zien en ook de volgende stap te kunnen bepalen. En ook als je eenmaal zegt van dit is waar we naartoe willen en dit vinden we belangrijk, om daar ook de energie en de aandacht op te richten. Ook om de middelen daarvoor vrij te maken. Omdat je ook echt dan de ruimte krijgt om het echt te laten vliegen. En ja, vanuit consultie is dat soms wel makkelijk. Want dan kom je binnen omdat een opdrachtgever heeft bedacht, hey, dit vind ik echt belangrijk, hier ga je mee aan de slag. En dat is dan ook je enige focuspunt. Maar het is minstens zo belangrijk in de rol die ik nu heb, waar 1001 dingen spelen om voor jezelf heel erg te bepalen van, nou, maar hier willen we het verschil maken. Hier gaan we ruimte voor creëren en aandacht. En dan is mijn ervaring dat dan ook de zaken echt kunnen gaan vliegen en succesvol kunnen worden. Dat je zelf ook succesvol kan maken. Dat vind ik een heel interessant punt wat je nu aanbrengt. Want de rol van marketingleider is best complex. Hè? Je zit op strategie, operatie en tactiek eigenlijk continu. En er verandert ook zoveel. Dus het lijkt me heel leuk als we straks wat verderop in de podcast even wat meer gaan praten over hoe jij dat zeg maar samenbrengt in evenwicht. Het lijkt me nu leuk om eventjes ook nog in het kader van de korte kennismaking even een paar rapid fire vragen te stellen. Wat is je favoriete social media kanaal? LinkedIn. Ah, en waarom? Omdat ik het een krachtig netwerk vind. Ik had gisteren nog een call met een oud collega van echt bijna 15 jaar geleden die mij even een vraag via LinkedIn stelde. Over een bepaalde ervaring met een bureau. En dat ik dacht, nou, we spreken elkaar weer en kun je elkaar ook weer verder helpen. Dus ik vind dat, en tegelijkertijd, dus dat is persoonlijk, denk ik, een krachtig kanaal. En ook voor ons als bedrijf is het een platform waar je op verschillende manieren, ook je visie en ook, maar ook voor je recruitment, denk ik, jezelf goed kan positioneren. Ja, helder. En wat is je favoriete marketingkanaal die je in je brede mix binnen Triodos neerzet?
Een favoriet. Ik denk dat wat ons best wel uniek maakt, en dat krijg ik ook altijd terug van onze klanten, dat is niet per se een marketingkanaal als een saleskanaal, want we gebruiken het helemaal niet als saleskanaal, maar het maakt ons wel echt onderscheidend, is onze klantenservice. De mensen van Triodos, zoals we ze noemen. En wij hebben geen chatbot. We hebben hoogopgeleide professionals die aan de telefoon zitten. Echte mensen die echt oprecht geïnteresseerd zijn in onze klanten. En die van elk gesprek kunnen kijken van hoe maken we verbinding en hoe helpen onze klanten zo goed mogelijk. En dat vind ik echt heel bijzonder. En juist in een digitale mix is dat dan denk ik een hele, hele belangrijke aanvulling daarop. Ja, helder. Mooi verhaal ook. We leven natuurlijk ook in een wereld met duizenden verschillende marketingtools. Die steeds belangrijker worden, vooral in de tijd waarin we nu allemaal vanuit huis werken of een groot gedeelte. Wat is jouw favoriete tool om te gebruiken binnen je team? Een belangrijke tool voor ons zijn onze klanten-dashboards. Die we onlangs alweer het afgelopen jaar steeds meer gaan optimaliseren zijn. Waarin we continu kunnen zien wat zijn de resultaten van onze klanten. Hoeveel klanten zijn we met welke producten? Wat is de overloop? Wat is de groei? Allerlei trends waar iedereen ook in het team bij kan. En waar we continu met elkaar kijken van hey, doen we de goede dingen? Moeten we ergens ingrijpen? En dat vind ik zelf ook, misschien ook al vanuit het verleden, een heel fijn gevoel om dat overzicht te hebben. En met elkaar ook dezelfde taal erover te kunnen spreken. Ja, helder. Laten we even schakelen en ietsje dieper duiken in Triodos de bank. Want het is momenteel een behoorlijke trend om duurzaam te roepen als onderdeel van van je merkwaarde. Maar Triodos doet dat al sinds 1980. Wat betekent duurzaamheid voor de Triodos Bank? En het zou leuk zijn als je misschien wat voorbeelden kunt noemen. Ja, voor ons betekent duurzaamheid eigenlijk is voor ons duurzaamheid heel erg simpel. Dat is geld laten werken aan een mooiere samenleving. Dus dat gaat niet alleen over groen of over biologisch of over windenergie, klimaat. Maar dat gaat ook over eerlijk. Een sociaal, inclusiviteit, mag iedereen meedoen, krijgt iedereen gelijke kansen. En ik denk dat het verschil is met andere banken in elk geval, is dat wij duurzaamheid er niet bij doen. Het is geen aparte afdeling. Het is de reden dat we zijn opgericht in 1980. Destijds, de oprichters hadden het gevoel, 40 jaar geleden, van hey, er zijn hele goede ondernemers, Die juist een hele graag een lening vinden, die een lening nodig hebben of die gefinancierd moeten worden, maar die bij de normale geldverstrekkers geen antwoord kregen. En daarvan hebben wij gezegd van, wat hebben we dan nodig om die ondernemers juist dat zetje in de rug te geven? En is de bank ontstaan. Destijds kon je nog wat makkelijker een bank oprichten dan nu, maar dat is eigenlijk gewoon de kern van ons bestaan. En dat geld, dat is nog tot op de dag van vandaag. We hebben daar producten bij, maar die ondernemers die het verschil maken en hen verder helpen, dat is de kern van onze missie. En dat uiteraard verbreed. En dat zit ook in hoe we georganiseerd zijn. Dus dat is niet alleen aan de bedrijfsvoering, maar dat zit ook in dat je duurzaam met je mensen omgaat. Wij waren de eerste bank die niet aan bonussen doet, omdat wij niet geloven in die incentive. En dat als je echt de goede dingen wil doen, dat er een bonus helemaal niet voor nodig is. Ik vind het ook belangrijk dat de medewerkers die we aannemen ook een hele goede verbinding met die diepe missie houden. Dus wat we hebben elke maandag bijvoorbeeld de MMM, de maandagmorgen meeting. Nou is die bijna al een jaar de Monday middag meeting. Omdat het op middags op afstand is via Teams. Maar daarin komen het hele bedrijf bij elkaar binnen Nederland. Waarin we ook een ondernemer elke week centraal hebben. Dat we met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. Zodat en mensen juist ook zeker nu op afstand heel erg verbonden blijven met die missie. Ja. Is het ook En hoe herijken jullie die duurzaamheid? Want we opereren in een steeds snel veranderende wereld. Duurzaamheid kan zich op verschillende manieren natuurlijk een invulling geven, zoals je ook al aangaf. Maar bij jullie is het echt de core van je identiteit.
Maar hoe bepaal je dan de prioriteit, zeg maar, waarbinnen je dan acteert? Want het is natuurlijk een heel breed domein waarin je kan opereren. Klopt. En wij vinden ook, we zijn op onze stand verplicht dat we ook die frontrunner moeten zijn. Dus wij waren destijds de eerste die een windmolen financierde voordat dat in de breedte werd gedaan. Dat was nog heel spannend. Nu zie je dat iedereen windenergie financiert. En dat geldt natuurlijk inderdaad nu op andere fronten. Nou, wat ik daar straks ook zei, bijvoorbeeld sociale inclusie. Is nog een vlak wat redelijk onontgonnen is bij onze concurrenten, collega's, waar wij ook het heel belangrijk vinden om dat soort initiatieven te financieren. Dus we zijn altijd ook wel op zoek naar wat zijn nou die nieuwe vormen van duurzaamheid en hoe kunnen we net ook weer die stap, die frontrunner blijven, ook om het ijs te breken voor de anderen en zorgen dat bepaalde duurzame richtingen groot worden. En jouw vraag over van ja, hoe zorg je dan dat je dat blijft doen, maar ook focus houdt? Ja, dat is een continue uitdaging. Om te bekijken van waar zetten we veel energie op, maar ook hoe blijven we voorop lopen? Ja, helder. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat jouw team ook een belangrijke rol samen met bijvoorbeeld strategie heeft om zeg maar de trends, de gevoelens, de emoties die leven in de maatschappij rond bepaalde thema's, om die naar boven te krijgen en dat dan te agenderen als eventueel andere thema's. Je had het net over inclusiviteit wat betreft financiering. Nou, je ziet bijvoorbeeld in de start-up scene dat vrouwen en vooral vrouwen met een niet-witte achtergrond, dat die ontzettend moeilijk geld kunnen krijgen. Dan is het dan voornamelijk vanuit de VC-wereld. Dat is ook een trend wat door middel van heel veel onderzoek en een aantal kwartiermakers de afgelopen jaren heel erg naar boven is gekomen. Hoe doen jullie dat, zeg maar, om dat soort gevoelens in de samenleving, om dat soort trends naar boven te krijgen? Hè? Gebruik je dan bijvoorbeeld vanuit marketing ook tools als social listening? Of hebben jullie meer klantgroepen, focusgroepen waarin jullie dat soort dingen ook vanuit de community naar boven halen? Ja, we krijgen daar ook vanuit klanten inderdaad veel ook over terug. We hebben ontzettend betrokken klanten en die daarin met ons meedenken. We werken samen en het is niet alleen het vlak van marketing. Het zit ook heel erg in de mensen die in onze sectorteams werken. Dus in de sectorteams van onze zakelijke dienstverlening die echt op een specifieke sector zich richten en kijken, hé, wat speelt daar? Maar ook onze economen. Verbonden aan de bank, brengen dat naar binnen en daar hebben we met elkaar het gesprek over. En wat vinden we daar dan nou belangrijk en wat zouden wij moeten doen? En nou, inclusiviteit is wel een mooi voorbeeld. Dat speelt natuurlijk ook helemaal sinds Black Lives Matter. Is dat als je het hebt over culturele afkomst en wat maakt dat je kansen in de maatschappij verhoogt of misschien wel verlaagt. En dat is ook voor onszelf wij zijn een behoorlijk witte bank. Als je kijkt naar de mensen die er werken, dat we ook elke keer wel de reflectie maken, ja, maar hoe doen wij het dan? Want we financieren dit soort initiatieven, maar wat vinden wij hier nou van? En inclusiviteit is dus echt wel zo'n onderwerp waar we zelf ook veel gesprekken met elkaar op voeren en waar we echt nog af en toe ook wel zoekende zijn en ons ook wel zeggen van, laten we ons hier ook kwetsbaar in opstellen, want we hebben het hier zelf ook nog niet helemaal, zoals je het qua. Nou, we werken veel vrouwen bij Triodos Bank, ook veel vrouwen in managementposities. Dat zit wel goed, maar andere culturele achtergrond, dat kan echt nog wel beter. Mm-hmm. En wat we ook nu gaan doen, is. We hadden gisteren daar ook een meeting over, is met onze kerstverse diversiteit en inclusie officer. Dat is een collega. Zij is een dame met een donkere huidskleur. Die heeft het ook geagendeerd bij ons. Gaan we een podcast maken, een vierdelige podcastserie, waar we samen met haar op zoek gaan naar wat betekent dat nou? Wat betekent dit nou voor inclusiviteit? Wat betekent dit voor haar en ook voor de bank? En met een aantal partners en ondernemers die wij ook financieren. En gaan we die podcast opzetten om ook met elkaar te gaan ontdekken wat kunnen we daar beter in doen? Ja, interessant. Dus dan is het niet zozeer dat je het gebruikt als een marketinginstrument om aan te tonen van wij doen van alles. Maar dat kan vaak, wat je ook eerder zei, een beetje een isolere
afdeling zijn, hè, wat meer vanuit PR of whitewashing in dit geval neergezet wordt. Jullie gaan eigenlijk in een soort van discovery waarbij je kwetsbaar opstelt en meer gaat verkennen als het ware wat er leeft in de maatschappij door middel van iemand in je, binnen de bank die daarvoor is aangesteld. Ja, voor dit onderwerp zeker. En het is ook omdat het zo'n... dit gaat echt over de kern van mensen. En wie ben je? En het gaat echt over kwaliteit. Echt kwaliteit van leven. Als je het hebt over duurzame energie, wat ik net zei. Ja, dat is veel meer technisch. En daar houden we gewoon bij. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de markt? Hebben we een breed netwerk? Wat gebeurt er in het buitenland? Wat vinden we interessant? Dat is ook een zoektocht. Alleen is die, nou ja, ik denk waar we het net over hadden, dat is echt, dat raakt het diepste van een mens. En dit is wat meer, dat is wat abstracter. Maar gaan we wel met elkaar kijken. Wat is onze visie? Wat is onze brede visie? Wat is onze visie op die energietransitie? Hebben we ook collega's die bijvoorbeeld voor Nederland deelnemen aan het klimaatakkoord vanuit de overheid? Dus het is precies wat jij zegt. Heeft het eigenlijk niks met marketing te maken. Of het heeft alles met marketing te maken. Het is de kern van ons bedrijf. Ja. Nou, wel leuk om bij zo'n enorm uitgesproken merk te werken. En is dat ook het succes van Triodos? Gewoon heel consistent sinds de jaren 80. Toch altijd die zoektocht naar wat is duurzaamheid op maatschappelijk, ecologisch, economisch perspectief te doen? Of zijn er nog andere zaken waarvan je denkt dat ligt echt ten grondslag van het succes van de bank? Hallo, Louise hier. Hello Masters wordt mede mogelijk gemaakt door Hello Maas, het marketing as a service platform. Onze missie is om marketing makkelijker en slimmer te maken. Veel ondernemers vinden marketing namelijk maar duur en lastig, maar dat hoeft niet. Hello Maas heeft een platform en community gebouwd voor snelle en makkelijke marketing. Recent hebben we onze nieuwe tool gelanceerd, de Hello Maas Playbook. Het is perfect voor MKB'ers en start-ups. Met het Hello Maas Playbook bouw je je marketingactieplan in 10 minuten. Vul je marketingdoelstellingen in en ons algoritme bouwt jouw persoonlijke marketing playbook. Je krijgt direct toegang tot geen gedoe marketing en het beste van alles, het is gratis en vrijblijvend. Dus ga naar hellomaas.com/playbook en creëer jouw playbook vandaag. Nou, ik denk dat wat je zegt, het is gewoon authentiek en echt. En het is wel de kunst om dat elke keer zo goed mogelijk over te brengen. Dus zorgen dat mensen het ook blijven zien en beseffen dat geld die positieve veranderkracht heeft, ook als consument en ook als ondernemer. Ja, en zie je als laatste vraag over de bank, zie je ook, jullie hebben 700.000 klanten in 5 landen, zie je nog veel groeipotentie? Want een hoop mensen, als ik in mijn netwerk zeg maar praat over de rol van hun bank, dan kleeft er toch iets aan van ik doe maar gewoon wat ik al ken en ik doe dat ook om zo hoog mogelijk rendement te hebben op een aantal zaken. Ik wil een bank die een diverse suite aan producten aanbiedt. Hoe zie jij nog, toch nog ruimte, om mensen echt te overtuigen op basis van jullie merkwaarde? Ja, die ruimte zie ik zeker. Ik herken wat je zegt, hè. Bank is eigenlijk een low interest. Overstappen heeft een perceptie van gedoe, wat helemaal niet zo is. En mensen willen rendement. En terecht, als je kijkt hoeveel spaargeld er nu ook weer is, zeker in deze coronatijd. En tegelijkertijd zie je ook dat mensen zich steeds meer realiseren, en daar zie ik ook echt een opdracht voor ons, dat wat ik net zei, geld zet altijd wel iets in beweging. Mensen zich beseffen van, mensen laten stilstaan wat hun geld doet. Het geld zit niet in een grote kluis als je het op de bank zet. Het wordt altijd ergens voor ingezet. En mensen daar bewust van te maken, waar wordt dat geld aan besteed? En besef je dat wel? En besef je ook, als je het bij Triodos Bank bijvoorbeeld brengt, dat het gewoon 100% louter voor duurzame, positieve initiatieven wordt ingezet. En een steeds grotere groep staat daar wel voor open. Juist nu ook, hè? Zoals wij in onze campagne van het afgelopen jaar ook zeiden, als alles verandert, komt bovendrijven, wat echt belangrijk is. Ja.
En ook lokale ondernemers zorgen dat je, iedereen is aan het wandelen, dat die natuur goed blijft. Dat wat je eet, dat je goed eet, dat er geen troep in zit. Dat inderdaad dat je blauwe bessen niet uit Peru komen overgevlogen in de winter. Mensen worden zich wel daar steeds meer bewust van. En ik zie het wel als onze opdracht. En ook wel het potentieel daarmee in de markt, dat ons merk daar prachtig bij aansluit en wat wij doen. En daarmee ook dus veel potentieel is. Ja, dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar toch wel opmerkelijk nieuws in 2020. Dat jullie als eerste een negatieve rente gingen toepassen boven een bepaalde spaartegoed. Heeft dat veel effect gehad op jullie merk en de merkperceptie? We hebben afgelopen april aangekondigd dat wij als eerste bank inderdaad negatieve rente vanaf een ton. Hè? Dus je moet een ton spaargeld hebben. Gingen rekenen. Dat hebben we heel wel overwogen gedaan. We hebben dat ook heel zorgvuldig met klanten de communicatie getoetst. En we hebben verschillende communicatiemiddelen ook ingezet voor verschillende type klanten. We hadden een filmpje, we hadden een animatie, we hadden een long read. Nou, dus om te zorgen dat klanten het ook snapt waarom we deden. We hebben dat ook uitgebreid getest en we kregen ook terug, zeg nou maar gewoon waarom je het doet. En waarom wij dat, weet je, je kan er wel helemaal omheen gaan praten, maar wees gewoon transparant waarom je deze maatregelen treft. Want het ging niet alleen over een negatieve rente, het ging over een kostenverhoging. Mm-hmm. Die vanaf juli inging voor particuliere klanten. En wat je ziet is dat er qua merkwaarde is er gelukkig niet veel veranderd. Wat we wel zien is dat in de NPS en dan drivers voor dress tractors, dat prijs steeds meer wordt genoemd. Wat ik me goed kan voorstellen. Dat klanten wel denken, hey, ik betaal nu meer, is dat het waard? En dat is denk ik aan ons om te laten zien dat we wat hetgeen is wat we ook met dat wat je daarvoor terugkrijgt. Dat eerlijke bankproduct. En als je dan hebt dus over NPS, nou, zien we dus wel dat daar meer distractors zijn gekomen van we hebben een hoge NPS gelukkig, maar we hebben dus we zien distractors op prijs. We zien wel dat we weer groeien en dat zowel het aantal klanten weer toeneemt en dat ook weer ook de volumes daarin toenemen. Dus gelukkig is dat valt dat mee, ja. Oké, nou, interessant om te laten zien. Ik kan me best voorstellen dat een aantal mensen dan denken, nou, ik ga dan maar gewoon even schuiven naar iets anders. Ook omdat de switching kost en dat gedoe valt in de praktijk ook best mee tussen banken. Maar het is toch dat, door basis van de communicatie en de duidelijkheid en ook de transparantie, dat jullie dat toch hebben kunnen voorkomen. Ja, en als je kijkt, ik had het net over distractors, maar de reden waarom mensen ons aanbevelen, dat is sinds jaar en dag de overeenkomst en waarde. Dus de gedeelde waarde die wij met onze klanten hebben over die positieve verandering en die duurzaamheid, dat is gewoon iets heel sterks. Waardoor klanten ook zeggen, ik bedoel, we moeten niet die prijs blijven opdrijven. En het moet ook realistisch zijn. En we hebben ook dus een heel eerlijk en transparant verhaal waarom de prijs zoals die is. Ja. Maar de waarden zijn zo belangrijk. En die missie die we hebben, en die delen we met onze klanten, dat klanten daar niet zomaar voor gaan overstappen. Gelukkig. Ja. Helder. Nog even een andere vraag die ook geleerd is aan zeg maar, het product wat een bank levert. En dat is, dat is natuurlijk asset management zit er al onderdeel in. Je ziet natuurlijk nu ook een enorme groei van cryptocurrency, vooral bitcoin, hè, als een asset class. Nu zijn er ook recent een aantal banken in Amerika die nu zeggen van nou, ik kan voor inderdaad high net worth individuals, dus mensen met veel vermogen, kunnen nu ook via een bank toegang krijgen tot bitcoin of in ieder geval een afgeleide asset class. Omdat je toch ziet dat er wordt enorm veel geld bijgeprint. Nou, je ziet het al met de negatieve rente. Er is veel toch wel inzicht dat er inflatie enorm gaat toenemen. En een aantal financiële instellingen of gewoon crypto's kunnen een alternatief zijn, zeg maar. En je ziet dus ook wel enorm veel particuliere mensen daar al in investeren. Is dat iets waar jullie ook over nadenken om in te gaan participeren? Of is dat juist iets wat niet past bij jullie propositie? Nee, dat past eigenlijk absoluut niet bij hetgeen wat wij als Triodos doen en waar we voor staan. Eigenlijk het bankmodel überhaupt is heel erg helder. Mensen betalen, sparen of beleggen.
En dat gaat rechtstreeks naar die duurzame ondernemers of die duurzame hypotheken. In het geval van belegger naar duurzame fondsen. En wij gaan er ook juist prat op dat we daar heel transparant in zijn. Dat je rechtstreeks ziet wat jouw ingelegde geld doet, waar we het aan uitlenen. Zo hebben we op onze website ook Mijn Geld Gaat Goed. Waar je letterlijk kan zien welke bedrijven wij financieren. Dus het gaat bij ons over de reële economie, de echt tastbare economie. En we houden ons en we distancieren ons ook echt van het meer ontastbare economie die op speculatie is gericht. En waar maar de vraag is van wat er uiteindelijk met het geld gebeurt. Dus dit is iets wat absoluut niet bij ons past. Ja, helder. Laten we het even hebben over jouw rol. Je bent head of marketing. Kun je iets vertellen over jouw team? Wat voor rollen, wat is de scope van je rol? Want wij spreken met meer collega's van jou. En soms zie je dat de rol echt gericht is op het merk en een aantal kanalen, marketingkanalen. Maar je ziet ook steeds meer dat het overloopt, zeg maar, in allerlei commerciële verantwoordelijkheden. Hè? Bijvoorbeeld e-commerce of gewoon in de richting, ook wel de sales. Is dat iets wat bij jullie ook speelt? Kun je iets vertellen over de scope van jouw rol en de inhoud van je team? Ja, mijn team bestaat uit 21 mensen. En wij zijn verantwoordelijk met dat relatief kleine team vergeleken met andere banken voor alle klantgroepen, dus particulier en zakelijk, en voor alle productgroepen. Dus betalen, sparen, beleggen en kredieten. Dus dat is een behoorlijk brede scope. En daarbij zijn we ook verantwoordelijk voor vijf. Ik heb mijn team ingedeeld in vijf expertises. Dus dat is segmentmarketing. Dat zijn de strategen die verantwoordelijk zijn voor een klantgroep. En wat is onze visie op die klantgroep? En wat vinden we wat we moeten doen? Dat is marketing intelligence. Alle data, alle klantwaardemodellen, voorspelmodellen, hoe halen de klantendashboards waar ik daar straks over had, dat ontwikkelen zij. Digital marketing, zij zijn verantwoordelijk voor de kanalen, onze eigen digitale kanalen, dus de app, de website, maar ook de externe kanalen, de search engine optimization, advertising, noem maar op. Dan hebben we nog marketing en marketingcommunicatie en content. Die de socials doen, die al onze verhalen van ondernemers ontwikkelen, die de campagnes in elkaar zetten. Dus dat is echt wel een brede scope die we met z'n 20 beslaan. Ja, leuk. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit als je die al hebt? Nou, een gemiddelde dag heb ik niet echt. Er zijn wel een aantal rode draden. Zeker sinds corona hebben we echt een vaste maand. De week beginnen we altijd met het hele team. Een hele marketingteam, de meeting waar altijd inspiratie, verbondenheid, maar ook wel echt strategisch zijn we nog on track met onze doelen bespreken. Dus dat is echt een vaste waarde. Als ik daar een keer niet bij kan zijn, dan merk ik dat ik het echt wel mis. Dan heb ik iedereen gezien en hoe zitten we erin? En ik heb veel meetings met allerlei dwarsdoorsneden van de bank, nationaal, internationaal, MT-sessies. Maar ook internationaal met andere heads of marketing, internationale collega's, ons hoofdkantoor. Dat is ook altijd heel erg interessant en belangrijk voor inspiratie, denk ik, om met elkaar te kijken wat doen we. Afgelopen week hadden we ook de kick-off van twee externe trajecten. Dus we gaan weer aan de slag met een nieuwe awareness-campagne met ons reclamebureau Dawn. Dus altijd erg leuk om te kijken van, hey, wat speelt er nu? Hoe verhouden we ons tot de wereld zoals die er is en onze klanten? En wat hebben we met elkaar te doen? Ja. En ook met een, we zijn ook gestart met een verdieping van onze segmentering. Dus met een meer een intelligence en een marktonderzoeksbureau. Om te kijken van, hey, hoe kunnen we onze klanten nou nog beter ook begrijpen? En waar zijn ze en waar zitten ze? En hoe kunnen we wat ik net zei, dat marktpotentieel wat er echt is. Wie zijn dat dan? En hoe kunnen we die echt goed aanspreken? En ik had ook welkom van nieuwe medewerkers. Dus dat is ook ontzettend leuk weer om op afstand wel nieuwe mensen weer te zien. Ze te vertellen over Triodos, het merk en ook wat zij kunnen doen. Daar. Ja. Dus leuk. Marketing verandert supersnel. Hoe kies je de juiste kanalen en tools met meer dan 50 kanalen en 5000 tools die continu veranderen? Nu gaat het over Clubhouse, 3 maanden geleden over TikTok,
Maar die tweewekelijkse e-mail-nieuwsbrief blijft ook relevant. Hoe regel jij je marketingoperatie? Bouw je een volledig in-house team? Of huur je één of meerdere marketing agencies? Wij bij HelloMaaS hebben een nieuwe optie gelanceerd, het HelloMaaS Flex Team. Direct toegang tot marketing freelancers die meedenken en doen wanneer jij dat nodig hebt. Via ons platform met een vaste prijs. Wij regelen jouw Flex Team uit onze pool van 400 top marketing experts. Ga naar hellomaas.com/flexteam, dat is FLEXTEAM, en bouw je Flex Team. En wat is je grootste, wat vind je zelf je grootste succes tot nu toe? Nou, ik denk dat marketing echt wel een strategische rol nu binnen Triodos Bank speelt. En we daarmee ook echt klantgericht werken en datagedreven werken ook steeds meer een centrale plek binnen Triodos Bank geven. En ook binnen de besluitvorming. En doordat we die brede inzichten hebben, dus in onze klanten, maar ook in de markt en ook vanuit onze eigen organisatie, zijn we daarmee echt wel een kennis- en een sparringspartner voor de business geworden. En dat maakt dat we niet alleen uitvoerder zijn van plannen, maar ook dat we ze mede initiëren. Zoals strategische vraagstukken, zoals propositie- en positioneringsprojecten. Ja, het maakt mij wel blij en ook wel trots als ik andere afdeling, bijvoorbeeld finance afdeling, laatst ook weer over klantwaarde hoor praten. En dat is echt wel een term die door mij is geïntroduceerd. Dus dat is gewoon mooi dat nu een algemeen goed is binnen de bank. Ja, absoluut. Ja, je ziet het veel hoor, bij dat CMO's ook echt opvolgers worden van CEO's, dat het veel strategische rol wordt. En het is ook wel mooi om in dat vak te zitten. Dat je, misschien 10, 15 jaar geleden was het toch een wat beperktere rol. Maar dat het ook fijn om te horen dat het bij jullie ook echt een strategische functie is. En dat je daar invulling aan kan geven op die manier. Natuurlijk, je hebt een team van 21 mensen. Jullie werken voornamelijk ook vanuit huis, hè? Al sinds maart. Alleen maar, ja. Alleen maar, ja. Hey, wat voor tips heb je of inzichten over hoe je toch je team scherp, gemotiveerd en geïnspireerd houdt in deze tijd? Ja, ik denk dat het een mix is. Dus wat ik zei, die wekelijkse meeting is wel echt een vaste waarde. Wij besteden ook veel tijd om met elkaar de goede focuspunten te bespreken. Waar gaan wij? We werken agile, maar werken ook met kwartaaldoelen per klantsegment en per expertise. Waarin we echt wel met elkaar kijken, wat is nou echt het belangrijkste? En ook echt met elkaar scherp het gesprek ook voeren van wat doen we ook niet? En continu wel ook, zeker in deze tijd, jongens, red je het allemaal met kinderen. Ik heb zelf ook twee kleine kinderen, dus ik weet heel goed aan wat voor schuit je een groot deel van het team zit. Redden we het allemaal? Als we keuzes moeten maken, bespreek het ook. En bespreek het ook weer op MT-niveau. Bespreek ik het met mijn collega's, prioriteit en... Nou, ik ben echt heel trots op het team, hoe goed ze dat doen. En welke doelen we allemaal gewoon halen en hoe goed dat gaat. En ook echt heel erg, ik heb daar altijd heel erg de boodschap bij. Let ook echt op jezelf. Het is zo belangrijk om je grenzen aan te geven. En in deze tijd is dat nog meer dan anders. Omdat je niet kan zien of iemand een beetje chagrijnig een keer erbij zit. Omdat je ze gewoon alleen maar achter het scherm zit als je elkaar wel ziet. Dus ik vind na een jaar vind ik het heel bijzonder en hoe dat gaat. En zeker als je bedenkt dat er drie nieuwe collega's ook gewoon zijn gestart in ons team. Hoe krijg je daar toch ook die goede verbondenheid mee? En ook die link naar die missie wat ik net zei. Dus daar bespreken we ook aandacht aan. En een belangrijke rol is weggelegd. En dat is alle credits voor mijn collega's van het sfeerteam van marketing. Die de leukste dingen bedenken. Om op afstand met elkaar te doen. Ik denk dat iedereen wel de Zoom-borrels kent. We hebben quizzes gehad. We hebben op afstand hadden we een reis met elkaar die we hebben gemaakt. Teamsessies. En je ziet dat is wel heel belangrijk. Om dat met elkaar ook, die gezelligheid en het plezier. Om die luchtigheid er ook in te blijven houden. Juist nu.
Ja, dank Maud voor je toelichting over hoe je je team ook gemotiveerd houdt in deze toch wel uitdagende tijden. Kijk, in je team kan natuurlijk een definitie zijn van de mensen die zeg maar bij jullie in dienst zijn. Maar je noemde net al bijvoorbeeld jullie reclamebureau Dawn, waar jullie volgens mij ook al 10 jaar mee werken. Wellicht heb je ook nog andere bureaus of freelancers. Hoe kijk jij zeg maar aan naar het composeren eigenlijk van het meest ideale team? Ja, er zijn een aantal mensen in vergelijkbare rollen die zeggen, nou, ik wil heel graag in-house doen. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf gedaan toen ik bij JP Morgan Chase in New York werkte. We hebben een heel groot team in-house gebouwd. Na een aantal jaren bleek je wel dat het voor- en nadelen heeft. Er zijn ook, bijvoorbeeld bij Mastercard, ik sprak laatst met de head of marketing in een podcast. En zij heeft een heel klein team van 3 mensen en leunt heel erg op bureaus bijvoorbeeld om dat te doen. Dus er zijn allerlei verschillende hybride vormen zeg maar mogelijk. En ik was gewoon even benieuwd naar hoe jij conceptueel kijkt naar de definitie van team en hoe je zeg maar om kan gaan met het snel veranderende landschap. Want marketing is zeker heel divers, maar ook de slagkracht en innovatie en de experimentatie die je moet doen. Ja, ik geloof ook echt in een hybride team. Wat ik je net zei, met 20 mensen, vergeleken met 3 mensen, dat is dan weer groot. en vergeleken, het is relatief. Maar ik denk dat je de basis, de kern, heel erg bij jezelf moet hebben. Ook juist als je bedenkt de missie die we hebben. En ook de klantkennis vind ik het ook heel belangrijk dat we die zelf hebben. Maar ik ben het helemaal met je eens dat... Dat ook vertragend soms kan werken. Dus wij werken. En ook dat je dan heel erg naar je. Weet je, op een gegeven moment is die vernieuwing daar ook uit. Dus ik vind het heel belangrijk om ook onszelf continu uit te dagen. Om nieuwe inspiratie en ook nieuwe kennis naar binnen te brengen. Dus we werken überhaupt ook wel met een aantal interimmers. We zijn een vruchtbaar team. Veel baby's die er de afgelopen tijd ook bij zijn gekomen. En tegelijkertijd werken we dus inderdaad met een aantal vaste bureaus die juist die challenge, die inspiratie, Dawn noemden we al, maar bijvoorbeeld ook aan werken met een bureau met Engines. Zij zijn echt op machine learning heel erg krachtig en kunnen gewoon, en het hele klantwaarde denken hebben we met hen ook opgetuigd. En zij zijn echt een hele goede aanvulling op ons eigen marketing intelligence team. En soms gaat het ook gewoon echt om snelheid maken. Ja. Als je zegt, bij dat punt wat ik helemaal aan het begin maakte, van als je echt iets graag wil, maak er dan capaciteit en ruimte voor en verbind daar de beste mensen ook aan. En ik denk dat de bureaus daar een hele belangrijke rol in spelen. We komen nu aan het einde van de podcast en we sluiten eigenlijk af altijd met wat meer persoonlijke vragen. We hebben er 2 voor je. Als eerste zijn we even benieuwd of je nog een inspiratie, een tip hebt over bepaalde media die je de afgelopen tijd hebt geconsumeerd klinkt ook zo raar, maar in ieder geval een boek wat je gelezen hebt, of een film, of een documentaire, of poëzie, iets wat gewoon jou persoonlijk geïnspireerd heeft, hoeft niet werkgerelateerd te zijn, waarvan je denkt, dat wil ik graag delen. Een van de favoriete boeken van mijn dochter, ik heb 2 dochtertjes, van 6 en van 4, maar een van de favoriete boeken van mijn oudste, de jongste is er eigenlijk een beetje klein voor, is het boek, en dat heet Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. Er zijn ondertussen 2 delen van. En dat is een prachtig boek. En ik geef het, ik had het net ook over die vele baby's. Collega's met meisjes geef ik het ook graag cadeau. En dat is een boek dat over het verhaal, een levensverhaal in 1 bladzijde met een prachtige illustratie door verschillende kunstenaars gemaakt. Geeft het een korte biografie. En het begint allemaal bij het meisje dat ze waren en hetgeen wat ze... hebben bereikt. En mijn dochter vindt het prachtig om te lezen. En ik geef haar daar meteen ook wel iets mee, wat ik ook zelf heel belangrijk vind. Ja. Dus dat is een aanrader. Als kraamcadeau, maar ook als voorleesboek. En eigenlijk ook voor volwassen vrouwen is het heel leuk om in een one-pager de biografie van Michelle Obama, maar ook van Beyoncé, maar ook van Jeanne d'Arc, Cleopatra. Het gaat echt door de hele geschiedenis heen. Dat is wel een aanrader. Wat leuk. En als laatste vraag, wat voor carrièreadvies zou je starters geven? Jij bent nu ruim 15 jaar werkzaam. Er zijn een hoop mensen die starten als ze onder de 25 zijn. Wat voor advies zou je hun geven? Ik denk eigenlijk het eerste deel van onze payoff. Volg je hart, daarna komt gebruik je hoofd. Maar wat ik zelf ook altijd heb gedaan,
is je blijven afvragen van wat wil ik, wat past bij mij en waar wil ik in groeien. Zonder je te veel te laten afleiden van wat anderen zouden vinden. Toen ik een tijdje HR heb gedaan, hoezo doe je HR? Nou, dat kon ik voor mezelf heel goed uitleggen. Hoezo maak je de stap naar, van consultancy naar de rol die ik nu heb? Nou, als je dat zelf voor jezelf goed op een rij hebt en ook voelt dat het klopt en dat je bewust bent wat je ook zelf mee wil brengen waar je in kan groeien, dan kun je dat wat mij betreft ook het beste overbrengen. En dan kun je die route ook echt bewandelen. Dus volg je hart. Blijf bij jezelf. Nou, een prachtige manier om zo af te sluiten. Het is full circle. We hebben het over jouw persoonlijke motivatie gehad. Over waarom je bij Triodos Bank werkt. En de purpose van Triodos. En nou ja, daar zit een hele mooie rode draad in. Dus dank je wel voor je genereuze tijd. Ik wens je veel succes in 2021. En we gaan je volgen. Ja, dank je wel. Dank voor het leuke gesprek.